4 jaar geleden vond de eerste editie van de Europese Spelen plaats. Dat was toen in Baku. Jij pakte toen goud. Hoe kijk jij daarop terug, op het hele toernooi? Ja, het is al zo lang geleden, voelt het ook. Maar nee, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Je wordt, en ik werd voor 3e keer Europese kampioen en ik pakte de Europese Spelentitel. Het is een mooi evenement, eigenlijk een soort mini-Olympische Spelen. Het was heel warm toen in Baku, dat weet ik nog wel. Ja, ik had gewoon een goede dag. Alles klopte en ik ging met goud naar huis. Nee, het is een belangrijk toernooi omdat het een extra resultaat is voor op de wereldrankinglijst. Als je de Masters niet goed hebt gedaan, nou, ik werd 7e. Dus ik hoop dat ik hier meer punten ga halen. Dus dat is het. Plus voor ons is het natuurlijk gewoon een EK ook. Dus je wordt ook Europees kampioen. Dus 4 jaar geleden ging ik met 2 medailles naar huis. Dat is al heel bijzonder. Dus het is een EK en een European Games in 1. En het is gewoon een mooi evenement. Het is natuurlijk een soort van mini-Olympische Spelen. Hoe is dat als atleet om daarbij aanwezig te zijn? Ik vind dat wel leuk. Ik vind het wel wat hè. Je zit natuurlijk gewoon in zo'n dorp. En het is NOC-NSF is mee. Dus je weet ook eigenlijk wel zeker dat het gewoon goed geregeld is. Dus je weet qua bijvoorbeeld nu ook. Heb ik gevraagd Piet van Hogeband hoe het bed is. Hij zegt, nou ja, neem toch maar even je M-lijn mee. En hij is er al geweest. Dus je weet gewoon. Ja, dat je niet echt verrassingen staan te wachten. En daarnaast is het ook leuk, jij zit in zo'n dorp, dus dat is wel heel sportsgericht natuurlijk. Dus dat is zo'n fietsje zo'n dorp heen en het is wel een heel belevenis. Dus dat, ik vind het altijd wel leuk. Ja, je bent natuurlijk wel heel erg met je eigen ding bezig. Kom relatief gezien kort van tevoren. Ja, ik focus altijd wel op mijn eigen project, op mijn judo dag, maandag 24 juni. En ik probeer zo rustig mogelijk daarmee om te gaan. Eigenlijk niet te veel bezig zijn met dingen die je daaromheen spelen. Zin in? Ja, heel veel zin in. Ja, heel benieuwd, maar vooral heel veel zin. Ik ben fit, gezond en ik heb er zin in. Volle focus op de European Games dus. Ja, zeker. Ja, en de WK. Ik bedoel, dit is de aftrap en dan de tweede piek is de WK. Veel succes. Dankjewel.